Aloha. Pick a card reading. Tarot. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Of alle drie. Kies de 1. Ik heb twee persoonskaarten. Wil je iets over iemand weten? Dan is deze reading voor jou. Ik hoop dat je naar de reading hebt gekeken van dinsdag. Gaat over karma. Voor de mensen die daarmee rondlopen en niet begrijpen en niet snappen. Dan adviseer ik je om even naar de reading van dinsdag te kijken. Kom je mij vandaag tegen, dan is deze reading zeer zeker voor jou. Oh, is het een algemene reading? Maar niets is een toeval. Dan heb ik blijkbaar een goede boodschap voor jou, zodat je daar verder kan. Zoals ik net al zei, ik heb twee persoonskaarten hier zo. Dus er zijn vragen over anderen. Maar Menna's World gaat altijd om jou. Hij draait om jou. En alles wat niet voor jou is of niet van jou is, daar moeten we van wakker schudden, loslaten. Rituelen, zeepjes van henne, mee afwassen. Nou, hieronder kun je consulten aanvragen. Like, oh ja, doneren, dat zou ik fijn vinden. Ik heb een talk, hieronder zit ook een link. Nou, bespreek het allemaal met elkaar. Heb je dit gezien en je denkt, oh, een goede vriendin van mij, of mensen waar ik van hou, of mensen die het moeten horen. Stuur hem door. Yes, like. Reactie plaatsen, abonneer, dat zou ik ook helemaal fijn vinden. Maar kom vooral naar mijn talk, ik nodig je bij deze uit. Het is niet al te duur, kom gewoon langs. Volgens mij zou je het leuk vinden met muziek. Natuurlijk ga ik mensen narren, wil je er niet bij zijn? Zodat ik jou kan narren of met jou een play gameplay met jou kan doen. Nou, maak allemaal grapjes, dat weet je ook wel. Maar kom langs, dat zou ik echt heel leuk vinden. Yes! Nou, we gaan over nieuwe kansen hebben. Er gaat zich een nieuwe kans voordoen. Want vandaag is Mars verschoven naar Steenbok. De harder werken. En weet je, deze energie is really, really good. Weet je wat ze brengen? Wat Mars in Steenbok brengt? Vastberadenheid en vastbeslotenheid. Dat zei Napoleon Hill, dat je daar heel rijk van kan worden. Nou, this is the moment. Maar eerst moeten we met z'n allen keihard werken aan jezelf. Hè? Begrijp het goed, zodat je een goede lange termijn plan kan neerzetten zonder illusies. En dat je dat ook kan bereiken. Doorzettingsvermogen is het nodig. Uithoudingsvermogen hebben we dit allemaal nodig. Maar de verschuiving brengt een nieuwe kans. En het is aan jou om het te pakken. Of laten gaan omdat je nog onzeker bent. Niet zeker weet, zeg ik dan maar. Of je bent nog hier in je hoofd. Nou, goden komen kansen werpen. En het is echt een hele goede energie om dingen voor elkaar te krijgen. Of situaties op te ruimen. Zelfs je huis op te ruimen. Maar het is een doener. Dit is dus doen-energie. Dus het is ook een doe maar-energie. Van doe maar. Pak het op. Doe het. Los het op voor jezelf. Want we zijn in 2024 beland. Dat wat je hebt ervaren de laatste 9 jaar, als het minder leuk was, dat wil je toch niet meer in een hoge ronde komt? Nee, dus nu is die nieuwe kans om hem te pakken en daarmee richting het licht gaan. Want when you know better, you can do better. Dus ik ga ervan uit dat zeker de laatste 3 maanden of de laatste week van december, want waar een retro, waar een retrograderen in boodschutten, dat er een inzicht is gekomen van, nee, I'm gonna do me now. Het gaat om mij, voor mij en de rest komt wel. Want voor als je een persoon bent die heel vaak anderen heeft geholpen, dat heeft niet altijd gewerkt, heb je gezien. Een steenbok helpen mensen graag met heel hun hart, maar dan moeten ze wel luisteren, anders krijg je dat van hun. Dat ze gewoon, ze schakelen je gewoon uit. Dus gewoon klaar. Ja, niet letterlijk, maar ze checken je uit, want het heeft geen zin. Dat kunnen ze ook heel goed zien. Dus daar zit het ook in, deze energie. Dus doe maar vanuit je hart. Want dit is jouw moment om echt iets moois te creëren. Hè? Als je in astrologische events gelooft. Als je echt bezig bent met je zaken, onderneming, uitbreiden. Is dit het moment? Pak hem echt. En creëer een betere, mooiere toekomst met de juiste verbindingen. He, ik zeg altijd tegen mensen, laten we vrij met elkaar verbinden. We zijn niks verplicht om met elkaar van je moet, of je moet me appen, of we moeten samen gaan. Moeten is dwangmatig, het is een dwang en dwang is slavernij. En die zijn eigenlijk afgeschaft, niet dat het weg is.
Maar ik ga ervan uit dat jij daar wel snapt van, dat wil ik niet. Ja, dus doe met me mee. Creëer een mooie, betere toekomst vanuit deze energie die vandaag ineens voor de deur staat. Bam, bam, bam. Het is Mars, hè? Het is Young Energy. En Young is the money. Dus als je ook bezig bent, want de steenbok is de papa van de dierenriem, van alle sterrenbeelden. Dus als jij een mannelijke energie nog heel erg aan irriteert of haat, want zijn mensen die mannen haten, zijn ook wel vrouwen haten, hè? Want de kreeft viel ook, dus dat is wel heel leuk. Dan kan jij jezelf stagneren, want dat is die young, this is the money. Dus vergeef je papa, de vader van je kinderen, is het familieleden, schoonbroer, broer, neef, opa, je kent het wel. Ja, vergeef. En vergeef ook vooral jezelf. Voor als je het wist. Wist je het niet? Dan heb je dus nu een nieuwe kans. Pak hem. Ja? Ik heb het herhaald. Nou, tegenwoordig doe ik... Ja, altijd de onderste kaart, dat weten we. Maar tegenwoordig breek ik hem. Dat deed ik net. En wat gebeurde? Toen ik hem, want dit is de onderste kaart. Kijk, de zegenwagen. Maar kijk eens, die was... Rechtvaardigheid, justice, maar hier is ook de devil, de demon. De verleider. Of de verleiding in jou, jouw dwangmatigheid, jouw verslaving, jouw ja, zelfoordeling. Dus daar komt dus nu een zwaard. God heeft dat berecht, jij moet dat niet doen. Ben je dat aan doen, dan doe je dat niet vanuit de goede plek. Daar heb ik het je verteld. Dit is dan ook de kaart voor weegschaal. Kijk, nog een keer, hier de weegschaal. Dus... Je moet je hoofd en hart bij elkaar brengen om hier uit te komen. Vanuit de verleidingstuk, vanuit dat stuk wat niet van het licht is, waar het donker is. En weet je, je moet altijd door het donkere gaan naar het licht, want het donker is heilig. Dus ik hoop dat je vanuit het donker naar het licht bent gaan reizen en dat je nu weet van jij moet niet berechten. Dat doet de rechter echt in de rechtbank. Of dat God en de goden daarvoor gaan zorgen. Maar als je zelf dat gaat, dan kom je een beetje zo uit. Zie er zo uit. Zeg maar, dan zit je vast. Vast aan kettingen. Want als je goed ziet, zitten er allemaal kettingen. Dan heb je allemaal van die omdat, door dat, want. Mensen die dat heel veel hebben, hij deed het bij mij, dus ik doe het terug. En daardoor, nou, dan zie je er eigenlijk zo uit. Ja? En je denkt dat je er zo uitziet. Want denken, dat is het niet. Het is voelen. Want als je gaat voelen, dan weet je dat het niet eerlijk is wat je doet. En als je dan denkt, dan denk je dat je goed op de goede stoel zit. Maar dat moet de rechter doen. En de berechting is vanuit boven. Vanuit de bron, de sterren, de planeten. Niet wij. Jij gaat dan naar de rechtbank. Als je vindt dat het berecht moet worden. Maar zelf, want ik zie dingetje, ik zie mensen, ik weet niet wat het is. Kettingen of vis? Is het vissen of iets sturen? Ja, maar ja, daar had ik over gedroomd. Dat mensen op hun pad, hè, of ik dat je op pad wil, en dat mensen dingen werpen, gooien om te vertragen. Maar ja, payback time is hier. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Nou, over de kreeft, de onderste kaart, is de vrouw van de steenbok. De mama. Daaronder is de vuurridder. Daar ben ik. Ik ben de vuurridder die jullie keihard de waarheid kon vertellen. En nu zonder pardon. Vroeger was ik er bang voor dat misschien alleen werd achtergelaten. Of dat gedachten of ze zouden erover praten. Is oké. Ik vraag iedereen, als je hier er doorheen gaat van deze cel, ga je nu naar deze cel. De reis die je gaat maken. Hè? Je gaat nu van... Het donker naar het licht. Ik hoop niet het omgekeerde, hè? Wat heb ik gezegd? Dat je dan heel veel licht hebt gegeven waar ik daar niet in geloof. Too much light is voor mij een antichrist. Dus dan moet het dan ook zo gaan. Dus ik hoop dat het niet andersom is. Maar aan de andere kant, sommigen moeten afleren. Dan gaat het ook andersom. Maar de reis die jij moet gaan maken is afleren of aanleren. Hè? Aanleren weten dat je het wel kan... ontwikkelen, snappen, begrijpen van ja, ik draag het wel. En wat niet van jou is, niet van jou is niet voor jou. Stap uit, stap echt uit. Want dit is heel belangrijk dat ik dat heb gedaan. En als jij, ja,
sommige dingen niet vanuit je hart hebt gepakt. Als jij niet goed met je hart bent omgegaan. Hè, we kunnen wel mensen vingers wijzen. Maar heb je gezien die drie naar jezelf? Of vier is het zelfs. Je wist beter. Ja, ik kan zeggen dat je het niet wist. Maar ik ben zo bij de hand om te zeggen. Je wist het wel, maar je wilde het niet. Je wilde per se hij of zij. Of het moest zo zijn. Of die ene auto of die ene huis. En, die, en misschien moet je daarvan terugkomen. De reis die je moet gaan maken. Je bent niet goed echt met je hartzaken omgegaan. Maar hier zijn de nieuwe kansen. Pak het. Claim het, zoals ze het zeggen. Go get it. Ja, doe het echt. Want zij is een boss lady. Wie is er op die motor? Misschien is er ook een dame die een motor rijdt. Dan is deze ook voor jou. Pak de goede zeil. Yes? Pak het. Het is niet makkelijk, maar uiteindelijk ga je wel winnen hoor, die reis die je gaat maken. Het is een overwinning. Ja? It's time to be a boss. And get it. And let die shit gaan. Dit is bullshit. Ja? Be ready. Kijk, daar ben ik. Be ready. Oh, ik heb wel rode. Ga ervoor. Maak een keus. Voor die lange termijn doelen. Zonder pardon. Net als deze vuurridder. Ga er meer over leren. Lezen. En kies ervoor. Om op die paard te gaan. En voor de overwinning te gaan. Maar wel je waarheid te spreken. Zoals ik al heel vaak tegen mij zeg. Ik ben super direct. Maar hoor je wat ik zeg? Want het is eigenlijk een channeling. Het is nog ineens ik. Het is die ziel. Mijn ziel die dat vertelt. Of het soms is heel vaak je eigen mensen, je eigen voorouders die mij aanraken, dan zeg ik iets tegen je en dan kan ik later zelfs nog ineens iets van herinneren. Maar I hope, ik wens voor jou dat jij nu die kans wil pakken. En dat je vanuit die ene, hè, van het donker naar het licht begaat en dat je het nu begrijpt. En dat je echt met die astrologische events afspraken maakt, maar vooral zelfliefde. En dat kun je vooral doen met men en zeepjes en producten. Maar je hebt die keus. En daarom hoop ik dat je nu die keuze gaat maken richting het licht. Niet dat je denkt, ja, ik investeer niet in mezelf. Dat is te duur of alles. En dat is dan heel jammer. Want je hebt wel mensen die naar de kapper gaan en heel veel outfits kopen. Maar die investeren niet in ontwikkeling, in coaching, in ja, psychologie, psycholoog. Nou, echt waar. En hij zei het. Dus ben jij een van die mensen die denken, oké, ik wil mooi zijn. Maar mooi zijn is van binnen. En dan ga je vanzelf zo uitstralen. Dan kun je naar de kapper, een nieuwe bril halen, outfit. Dat maakt jou nou echt een daddy, maak daddy en een classy biatch. Yes, we hebben dat afgesproken. Zullen we beginnen met de kaarten? Want we hebben twee persoonskaarten. We hebben hier een aardeteken en een luchttekens. Naar aardetekens, hier is de Knight of Pentacles. Dus hier is de ridder van Pentacles. Pentacles ridder. Tadaa. Deze is slow wins the race. Gaat langzaam vooruit. Maar niet erg, want dat is de bedoeling. Hè? Want dat is misschien jouw manier. Wij zijn aardetekens. Hè? Dan heb ik over een steenbok, maagd en de stier. Die hebben misschien wat moeilijker, want dat kon je net niet pakken. Nou, laten we beginnen bij het begin. Over die gebeurtenis of situatie of dat concrete iets. Waar je, dat zou goede resultaten opbrengen. Dat komt goed. Dat komt wel goed. Maar je gaat langzaam vooruit. Om het echt te kunnen realiseren, moet je doorzetten en veel later. En loyaal zijn aan jezelf. Want als ik een ridder zie, dan denk ik, ja, misschien ben je loyaal geweest naar zoveel anderen. Of naar die ene. Hè? Die ene situatie maak ik maar van. Situationship hoor ik steeds meer hier in mijn hoofd. Dat ik dacht dat allemaal achterwaarden zou gelaten worden in 2023. Of zelfs hè, door het jaar 6 dat je al wist wie je lover was, dat je dat niet zou bespelen. Nou, het kan ook dat je langzaam vooruit bent gegaan om dat te kunnen doorzetten, om dat te kunnen realiseren. Oké, je wil zekerheid. Maar de zekerheid, this is you. Jij moet die fundament, jij moet dat neerzetten om dat te kunnen opbouwen. Een zekerheid krijg je nooit van de ander. Dus wanneer jij wat zekerder bent en je luistert naar je intuïtie, dan wordt het bevestigd. Zo werkt het bij mij. Hè? Ik praat over mijn aswereld, voordat mensen zeggen, nou, bij mij. Ik heb het over mijn wereld. En als je naar mij kijkt, misschien herken je het. Dus ik ga je vragen om te doorzetten, maar denk wel aan die uithoudingsvermogen. En dan gaat het over iemand, deze persoon wil zekerheid. Die is aan het bouwen. Langzaam.
Die doet het alleen. Want dat gaat om die money, pentakels. Vastberadenheid en vastbeslotenheid en dan richting het licht. Ja, die is richting naar de zon aan het gaan. Maar het gaat goed komen. Je gaat het realiseren nog een keer. Het gaat goed komen. Maar misschien, als jij denkt het gaat veel te langzaam, stap uit die lijn dat het veel te langzaam gaat. Het gaat precies hoe het gaat. Hoe het moet gaan, want misschien kun je het nog ineens aan, die snelheid. Dat is veel te snel. Ik hou van 1, 2, 3, 4 en 5. Ik ben natuurlijk ook een aardeteken. Dus voor mij is het misschien van, oké. Ik hou ervan. Ik ben die schildpad. Tik, tak, langzaam. Maar magical. Wetend. Emoties. Laten we zeggen, gevoelens. In balans. Dat is allemaal belangrijk. En daarom hebben we ook meer tijd nodig. Misschien heb je ook meer tijd nodig. Of degene waar je een vraag wil. Die heeft meer tijd nodig dan je had zelf voor diegene gepland. Wat ik ook weet. Als dit het over lover gaat. Hè, dan gaan we nu even naar de liefde. Dan... Deze persoon is heel geduldig. Of jij moet geduldig zijn met die persoon. Want het gaat toch om een goede fundament. Dat het gewoon stevig en dat die kaarthuis staat. Voordat je gaat opbouwen. Weet je, geen sensatie meer hoor ik ook. Dit is een kaart die zegt, geen sensatie meer. Ik wil gewoon rust, vrede. Het is goed geweest. Ik ga maar sensatie. Geen pauw-pauw buiten vuurwerk. Is het vuurwerk pauw-pauw dat je naar kan kijken naar het vuurwerkshow? Ja. Maar van binnen, dat allemaal, dat het gaat branden, hoor ik ook letterlijk. En je kan het ook alleen maar vanuit rust creëren. En de zekerheid vinden en bouwen. Zorg maar over de liefde, voor de fundament, voor de huis. Voor de plek waar je naartoe gaat. Maar niet meer met dat... Ik hoor het, ik voel het. Angst. Dat houdt je stil. Ja, angst houdt je stil. Dus misschien... Ga je langzaam uiteindelijk over je angst heen om dat te kunnen bouwen en te doen waar je naartoe gaat. En dan ga je langzaam, maar alles gaat zoals het moet gaan, zoals we net zeggen. Zoals ik al net zei. Alsof ik in twee dingen ben. Ja. That's it, that's all. Nummer 1 is goed bezig. Of je hebt een vraag op diegene die is heel goed bezig. En die is ook afgesloten voor de wereld. Ja, klopt. Die geeft geen energie meer zomaar aan mensen. Of dat onbelangrijk is. Is ook een stuk zo'n groei. Ook dat je denkt dat wordt niks. En dat mensen denken, nou die is heel langzaam. Maar misschien niet. Zodat de persoon denkt, jij was langzaam. Of jij bent langzaam. Ik ben al weer daar. Je weet waar je staat, want ik hoor het in mijn hoofd. In ieder geval, langzaam. Wil jij snel gaan? Ik ga jou vertellen dat het langzaam gaat gaan. Want het gaat om die goede fundament. Dat was jouw manifestatie. Want mensen vergeten dan wat ze manifesteren. Ze zeggen het allemaal uit hun hart op een dag. Hè? Of tegen de maan, of met de zon, of tijdens hun vakantie. Bij de zee, of in de bergen, bij de toppen. Dan zeggen ze nou... Ik wil dat bereiken. En dan komen ze naar beneden. Of gaan ze van de strand af. Of vergeten ze heel die manifestatie. En dan begint eigenlijk niet de ellende. Maar de ding die allemaal naar het licht brengt. En dan denken ze dat het niet klopt. Dus degene die dat heeft gemanifesteerd. Van ik wil een goed fundament. Goed geld verdienen. Loyaal zijn aan mezelf. Het is langzaam gegaan. Maar hier ben je. Hier is het ook voor degene waar je vragen over hebt. Ja. En die persoon is lief. Geduldig. Ondanks misschien drukte. Maar van binnen. Het gaat om hier van binnen. Wat ik net zei. De ziel. Ja, en wil je creëren. Is het vanuit rust. Niet. En dan krijg je die staven achter. Die dan heel snel gaat. Wanneer je vanuit rust creëert. Neerzet. Opschrijft. Vooral die vastberadenheid. Hè? Die focus. Dat je doelgericht bent. Dat zijn al die stappen van 1, 2, 3. Weet je wel, die ontwikkelingsstappen. De spirituele ontwikkeling. Gebed. Mediteren. Ik heb vandaag ook nog de 12 universele wetten gepost. Ga ze checken als je ze kent. Of wat je doet. Hoe het. Want deze verschuiving is voor de nieuwe kans. Maar dan moet je het ook goed begrijpen. Want veel mensen begrijpen het niet helemaal. En daarom wens ik jou, is het overmorgen, die inzicht op de 6e, wanneer die 3 koningen komen. Kijk, trouwens, er was al 1 ervan. Die komt die munten voor je brengen.
Ja, dat is nummer 1. Voel ik nog wat bij? Ja, ik zie veel mensen ook stilstaan. En dan heb je voor 1 gekozen. Stilstaan is soms dan ook dat je denkt, oh, sta ik stil? Nee, maar misschien in de geest ben je veel aan het oplossen. Dat het gewoon dat je thuis zit en dat je aan nadenken bent, van dat doe ik dus niet meer, dat ga ik niet meer doen. Ik wil steady zijn, want dat is je manifestatie. Steady, en zo gaat het gaan voor die goede resultaten. Dus je staat niet stil, je bent denk ik dingen aan het loslaten door rustig de stap te maken of per dag. Of per stap, en niet vergeten. Alsjeblieft, nummer 7. Dat was hem. Gaan we naar 2. 2. Dit is een periode voor degene om te zuiveren. En dat ziet er zo uit. Zwaar de 4. Vandaag is ook de 4, leuk. Dit is een periode van ontwikkelen, creëren, maar vooral zuiveren, dat hoor ik alleen maar zuiveren. Dus je moet je terugtrekken. Je moet niet wachten tot God het heeft gedaan. Misschien heeft God dat ook voor jou gedaan. Dat hij jou even laten liggen. Want calm down. Nou ga je liggen. Want je hoort niet wat van binnen, je eigen hart niet. Of je hoort je eigen hart niet, maar je gaat gewoon door met het hoofd. Denken voor een ander. En denken dat het zo moest en alles. Dan zeg ik, dat is zo 2009. Ja, dat was echt long time ago. Dus denk niet voor anderen, voor mij of voor jezelf. Alleen maar voor jezelf bedenk hoe je zou over anderen moet denken. Begrijp je me? Ik hoop het van wel. Dus die periode van creëren, zuivering en ontwikkeling. Maar eerst terugtrekken. Je moet herstellen. Rust pakken. Van dat gedoe. Van het dagelijkse gedoe. Van hetzelfde. Want mensen zijn hardnekkig. Zolang je dat hardnekkige, de ene ding niet loslaat, dan blijft het terugkomen in de dagelijkse dingen. Of elke keer komt het terug. Keer op keer komt het terug. En nu is het klaar. Nou hebben de goden gezegd, of je voorouders, van het is goed zo geweest. Hè? We komen je helpen. Hè? De 3 koningen komen je. Zie dit als de 3 koningen. Nou, deze koning kwam rust aan jou brengen. En dat is een van de hoogste cadeaux. En dan zeg ik, vanuit rust kun je creëren. En dan heb je die money. Dan ga je naar de 1. Je moet je terugtrekken. Doe je dat niet, moet je dat terugtrekken. Want anders gaat God jou dan ook even. Zodat je die ene probleem of dat ene gedachte kan ordenen. Jij moet een break nemen om de plan op te stellen. En misschien ben je actief. Voel je vol op energie. Want het is ook een luchtteken. Dus dan heb ik over weegschalen. Tweelingen. En waterman, maar langzaam. Want de ridder is hier, die zegt, wow, die opent al. We gaan een fundament bouwen. Easy. En dan is de 2e kaart die zegt, eerst rust pakken. Zodat je gewoon echt vanuit de zero point, noemen we dat, de nulpunt, opnieuw kan opstaan. En de juiste stappen kan nemen. Sommigen hebben echt hoofdpijn of buikpijn, zie ik ook hier. Ja, of 4 mensen hebben je achter je rug om, dat zie ik allemaal in de kaarten, jou pijn gedaan of over je gesproken of dolken in je rug. Kan ook, nou de bel gaat af. Dit zijn 4 dolken in je rug en daar moet je van herstellen. Ja, je moet daar echt je rust voor pakken. Het heeft geen zin om actief deze 4 dolken of overhaastig werkt niet meer. Dat is het, misschien ben je altijd haastig. Dat dacht ik vroeger altijd zo haastig, maar het schiet niet op. Weet je nog, die konijn? Het schiet niet op. Want dingen moeten allemaal op hun plek vallen. Ja, en dan bij iedereen. Zodat je dan in 1 keer kan opstaan. Bij de alle 4 dan, zeg ik maar. Echt wel, overhaastige dingen werken niet. Dus je hebt tijd nodig voor nieuwe inzichten. Zeg ik, wacht op die koning, op de 6e naar de 11. De 11e, gewoon die 3 enen. Dat is zijn hoofd, ziel, lichaam in 1 woord. Maar dat is de bedoeling. Daarom moet je creëren, cijferen en ontwikkelen. Maar dat doe je Sylvester alleen. Mensen moeten dat steeds meer begrijpen. Dat je alleen de start moet maken vanuit het nulpunt. Maar je moet wel je gedachten ordenen. Misschien ben je ook aan het slingeren over 1 ding. Slingeren, hè?
bedenken, overdenken, nog een keer. Dat lost niet op. Nou, we gaan gewoon lekker mediteren daarover. Ja, mediteer voor die nieuwe inzichten. En in de liefde, gun jezelf die tijd om alles te verwerken, want misschien is het uit. He, misschien moet je van herstellen van wat jouw partner of dame of heer heeft gedaan. Of de ontwikkeling is nog wat later dan bij jou en dat houdt jou stil. Nou, ik heb 3, 4 vormen zie ik hier. Nou, je hebt gewoon tijd nodig om zaken op rijtje te zetten. Dus rust pakken is echt goed. Een kleine vakantietje. Naar de zee, naar het bos, wandelen. Om die dolken ook los te laten in het bos. Rituelen doen. Ja, een loslaten ritueel zou ook heel goed zijn hier. Je moet dingen overwegen. Je moet gaan checken. Waar kan ik beter doen? Want je moet nooit bij de ander. Hè? Want je kan toch niemand veranderen. Heb je hem door? Je kan 100 keer aan je partner vragen of aan je vrienden om te doen. Om te zeggen, nou dat is het beste voor jou. Maar ik heb geleerd, vooral nu, het is beter om te inspireren. Van, ik ga. En dan is het aan jou wanneer het jouw tijd is om te vertrekken. Want we zijn hardnekkig, hè? We moeten toch vallen, hè? We moeten toch van die ene zeil naar die andere zeil voordat je die race kan maken, hè? De zegenwagen. Ja, je moet er doorheen, je moet soms zakken, hoor ik. Dus je moet echt herstellen van waar je vandaan komt. En je moet overwegen om te weten waar je nu naartoe wilt. Het kan dat het nog steeds, hè? Dat betekent niet dat het uit is, maar de grenzen. Misschien of 4 jaar, 4 maanden, 4 keer gevraagd, hè? Kan ook. 4 jaar lang. Ik hoop niet dat ze 4 keer vreemd zijn gegaan. Dat hoor ik ook in mijn hoofd. Of de 4e keer dat het weer gebeurt. En dat is echt kwalijk. Dat is heel pijnlijk. En daar moet je van herstellen. Of ik hoop niet dat jij degene bent die dat al 4 keer blijft doen, blijft doorgaan. Nou, dan heeft God jou stilgezet. Ook in de liefde. Want daardoor komt dan die relatie niet. Want je gunt jezelf niet de tijd om dingen te verwerken. Je gaat gelijk weer door. Misschien van ene relatie naar de andere. Dus je hebt 4 dates gehad of 4 boys of chicks. En het houdt je nog steeds stil. Van nou, want je hebt haast. En nu moet je stilstaan. En nadenken over die 4 personen. Wat je niet moet doen. En die 4 personen hebben misschien ook allemaal een gekeerd. Want dan moesten ze een les van jou leren. Of hun moesten een les aan jou geven. Meegeven in de liefde. Gun je dezelfde tijd om te verwerken. That's it, that's all. In de liefde. En pak je rust. De koning komt eraan, ja? De 3 koningen dan. 3. Weer een persoonskaart. En dat is weer dan de lucht. Hier is de Ice Queen. Deze dame of heer, de hart is koud geworden. Kennen jullie dat liedje van, is het Mario? My heart is so cold. Ik ga hem nu even niet, maar in ieder geval dat is wat ik zie. Ja, de ijzeren prinses is hier. Je hart is afgekoeld, maar, oh ja, en je houdt iedereen op afstand. Maar misschien, ik weet niet hoor, dat is een gevoel. Misschien ben jij diegene die heel kil doet en daardoor kreeg je actie-reactie. En nou word je alleen maar, lijkt alsof het niet aan jou ligt, maar jij was een beetje cold. Het voelt zo, dit gaat over jou die voor 3 hebt gekozen. Je had een berekening gemaakt. En dat wilde ik al bij kaart 1 zeggen of 2. Je mag niet regisseren. Weet je, vooral vrouwen zijn daar goed in. Sorry dat ik het zeg, hoor, dames. Maar misschien moeten jullie daarvan wakker worden. Daar moest ik zelf ook van wakker worden. Wij vrouwen zijn goed in regisseren van een film. En dan vergeten we onze partner te vragen dat ze een deel hebben in die film. Klein voorbeeld. Ja, we gaan zondag naar mijn moeder. En dan zegt die partner, dat kan ook een vrouw zijn, hoor, maakt niet. En dan zegt hij van, nee, maar ik heb zondag mijn eigen voetbalafspraken met mijn vrienden. Nee, we gaan zondag naar mijn moeder. Dat heb ik gepland. Zonder te vragen wat die andere aan het doen is. En laat me niet overdrijven, het hoeft niet alleen maar vrouwen te zijn. Mannen kunnen dat ook doen, begrijp me niet verkeerd. Maar daar moet je dus van afkomen.
Je mag niet dat kille berekening doen. En daarna iedereen op afstand houden wanneer mensen je komen vertellen dat het niet klopt. Van nee, dat is het niet. En dan ben je koud of dan geef je een koud hart. Of doordat je een koud hart hebt, hou je iedereen op afstand. Er is een heel mooi liedje, Warm My Soul. Je moet gaan opwarmen. Het ligt niet aan de anderen. De anderen waren leraren. Zijn. Ze laten je zien dat de afstand en dat berekening van jou, of als je een vraag hebt over diegene die berekent, dus dat kan niet. Want je kan het ook niet met je verstand oplossen. Want dat is het. Je hebt het vanuit de verstand geprobeerd op te lossen. Niet vanuit het hart. En dan krijg je, ja, een zwaard. Keihard. En dan ben je eenzaam ook. Je bent nu eenzaam. Je zit op de hoogte, lijkt het wel. Hè? Misschien mooie kleren aan en centjes gemaakt. En ja, misschien ben je zelfs op vakantie. En het lijkt allemaal leuk en gezellig. Het is allemaal social media, zie ik ook. Dingen posten vanuit een plek. Ik heb dat bereikt, ik heb dit. Maar het is cold. Het is berekend. Want je hebt het met je hoofd gedaan. Maar je hebt die vermogen om het op te lossen. Want je bent snel, slim. Hè? De zwaard is ook communicatie. En het is ook de retrograde. Misschien in de retrograde heb je je zo gehandeld. Dat je dacht, want je denkt wat te denken. Dat niet klopt. Dus nou, misschien denk je, nou, ik ga niet meer bedenken. En berekenen. En kijken en regisseren. Zodat ik dan er doorheen kan komen. Of dat kan naar me toe trekken. Dat zie ik ook naar me toe trekken. Dan heb ik het. Het kan ook echt een baan zijn. Maar het voelt relatie. Het voelt relatie. En ja, en dan wil je het oplossen. Maar ik adviseer je om jezelf te bevrijden door eerst warm te worden. Dus vanuit je hart. Niet meer vanuit je hoofd. Leer de les, denk ik. Ja. Weet je, je hebt misschien hele goede ideeën voor de rijkdom, hè? Het begin met innerlijke rijkdom voordat de rijkdom daar naartoe gaat. Ja. Ja. Goeie idee, maar je loopt heel rond. I'm sorry, maar ik ga het je vertellen, want daar, hier is de vuurridder. I want you to see change. Ja. Verandering. Of een ijskoningin stond ineens voor je van en garde. Hera. Ik dacht dat je een warme ziel had, een warme hart, maar je bent zo berekend als ik weet niet wat en koud. Ja. Luchttekens. Ja. Het kan ook in je ascendant, maan, voel ik, of in je zon. Je weet het wel als je naar kijkt, mens 3. Toegeven wordt een ding. Je hoeft niet aan mij naartoe te geven hieronder te zeggen, ja, dat is me. Ik hoop dat je dat zou kunnen doen, want daar begint al jouw kans dat je kan toegeven van ja man, ik heb berekend. En dat was zo koud en nu heb ik het koud. Zit ik alleen op een hoogte? Maar was niet jouw intentie. Je dacht, misschien is dat wat jij ook hebt geleerd thuis. Aangeleerd gedrag. En dat moet je dus nu afleren. Want er is ook wel iemand, want ik zie die hand, die gaat ook naar je toe komen. Dat wat jij hebt berekend naar de ander toe, de tij is gekeerd. Hè? En misschien is dat, heb je dat al meegemaakt, daarom heb je een koud hart. Is naar je toe gekomen. Ja. Ja. Bevrijd jezelf. Nou, in de liefde, dit kan een scheiding betekenen. Dat de man, vrouw is echt klaar. Hier. Het kan ook dat je een partner hebt verloren die in de hemel zit. Ja, moeilijk. Is overgestoken. Ja, dat is heel verdrietig. En dan ben je niet koud, maar dat doet gewoon pijn. Begrijp me goed. Oh. En je bent een hele goede raadgever, dus ik ga jou vragen om vanaf nu alleen maar jezelf advies te geven. Niet aan anderen meer. Doe maar niet. Adviseer of dat wat je allemaal anderen hebt geadviseerd. Laat me dat zo zeggen. Dat wat jij zo goed in was in andere mensen te adviseren in relaties. Nu jij, dat is jouw uitdaging.
Ja. Ga je eigen gang, maar warm. Want die eenzame hoogte voel ik echt. Of mensen nemen ook echt afstand van je. Vrienden. Die denken, ja dag. Dat hoor ik ook. Ja joh. Zit wel op een troon, maar you are not nice of zo. Dat hoor ik. En het kan ook een moment zijn. Het is niet dat je onaardig bent in jouw kern. Maar het is omdat iets jou is overkomen. Of het is van way back. En nu ben je berekend onderweg gegaan. En dat moet je er wel van terugkomen. Het is niet wie jij bent. Want je moet dan bij je kern blijven. En als jij gaat handelen vanuit wat je niet bent. Hè, natuurlijk luchttekens. Ik zeg altijd tegen mensen. Luchttekens kunnen mensen nara. I get it. Echt waar. Ik ben een half eentje. Maar moet warmer worden. Ja? Nou, nummer 3. Dat was hem. En zoals ik altijd zeg, leg je wapen neer. Oorlog voeren terwijl je dat op televisie ziet. En de oorlog tussen de man en de vrouw. Nou, daarom zeg ik, het wordt... Oh, nou komen de kaarten terug. Okay, I get it. Oh, daarom de mama en de papa. De steenbok, okay. En de justice ertussen. En misschien rechtszaken. Plannen rondom de kinderen. Kinderen kunnen ook dieren zijn. Honden, katten, wat mensen samen hadden. Huis. Verdeling. En het was allemaal vast aan elkaar. Misschien samen een spaarrekening. Je weet het wel wat ik bedoel. Samen huis gekocht. Of samen in het woning gaan wonen. En de helft dit en dat. Oeh, dat moet allemaal opgelost worden. Ja, in plaats van dat we mensen gaan knuppelen. Nee, sla dan maar niet. Je weet wel wat ik bedoel. Dat kan allemaal in woorden. Maar actions. Zie je, er is hier zo een nieuw begin in actie. Vuurridder moet je worden, dus de waarheid vertellen om de mooie reis te maken op je motor. En dan ga je dan van het donker naar het licht. Je moet er daar doorheen, want je hebt geleerd dat het donker heilig is. We zitten nog in de 12 heilige nachten, de sluiers zijn dunner. Misschien daardoor ben je nog aan het bijkomen van de retrograde. En nou komt er weer een nieuwe verschuiving. Maar dit is klaar. Claimen, vast. Ik zie dat aan een persoon vast. Noem je dat? Ik ken het niet. Want ik ben altijd zo vrij. Niemand moet aan mij claimen of zo. Kleven. Kleven, kleven, kleven. Ja, kleven. Misschien was je heel gelukkig. Het was allemaal heel leuk. Maar er zijn dingen gebeurd. Dus de ego dead. Spiritueel ontwaken. En dan betekent dat je dit moet loslaten. Die kettingen. Die bepaalde mensen. Aantrekken. Berekenen. Dus dit is het allemaal. I get it now. Nog een keer. En degene die berekent komt van boven. En kijk, met een blinddoek. Dan hoor je je hart misschien. Want, of misschien kijk je niet goed naar jezelf. En dan kun je die anderen ook niet zo goed zien. Nou, I said it. Deze tarot deck was het. Kijk, ze lijken op mij. Ja, zo liep ik ook rond met 2 staartjes toen ik jonger was. Dus ik heb het gezegd, ik heb het gezegd. Maak een nieuwe mooie reis. Er is een nieuwe kans hier. Echt wel, pak het. Go get it. Ga voor die money. Maar doe het in liefde zonder te berekenen, want je hebt alleen maar jezelf mee. Het begint wel met innerlijke rijkdom. En mooi zijn is spiritueel ontwikkelen. Ja. Voor nu misschien omdat je dat vroeger net bij de kapper bent geweest. Of outfits bij gaan kopen. Je weet wat ik bedoel. Ga nu investeren in coaching. In ontwikkelen. Maar allemaal vanuit hier. Ja? Want anders blijf je weer terugkomen. Dan ga je, word je stopgezet. Dan moet je gaan liggen. En dan word je koud. Yes? Nou, hieronder voor consulten aanvragen. Een kus op je hart. En luister echt naar je hart en je intuïtie. Hoe? Lezen, bidden, mediteren. Je kan het zelfs navragen. Hoe doen mensen dat? Je kan het aan mij vragen.
Je hebt een keus. En dan kun je die kans pakken. Daarna kijken heeft niet meer gewerkt. Hè? Nog eentje. Mwah.